Omroepland van Kuik op een zonnige zondagmiddag bevindt zich in het landschapspark in Sint-Tunis. Jawel, in Sint-Tunis, vlakbij verzorgingshuis, verpleeghuis, het Hoogveld. En er zijn heel veel mensen op afgekomen, dit prachtige park. Misschien zijn ze er al eens eerder geweest, maar in ieder geval wat u getuige van kunt zijn, is de officiële opening die zo meteen plaats gaat vinden. En dan hoort u de dragende krachten voor de totstandkoming van dit park. En u hoort ook wethouder Antoinette de Maas, die het een en ander zal toelichten. Kijk en luister naar alles rondom het landschapspark in Sint-Tunis. Beste mensen allemaal, van harte welkom namens de werkgroep. De werkgroep Landschapspark. En het is best een lang verhaal, als ik heel eerlijk ben. Want we zijn al een tijdje bezig. Hier net aan tafel, mensen van de dorpsraad, mensen van het eerste uur. Die hebben het over 11 jaar geleden, toen de eerste vraag kwam. Van, dit werd onderhouden door Bronlaak, de seizoenen. En die zeiden van, ja, het wordt steeds lastiger, de mensen worden ouder. We krijgen het steeds minder makkelijk georganiseerd dat het goed onderhouden kan worden, het park. Dus beste dorpsraad, willen jullie het onderhoud langzaam maar zeker overnemen? Toen is er een werkgroep opgericht. En ik kan niet meer terugvinden hoe lang dat geleden is dat die is opgericht. Maar we zijn ontzettend blij dat jullie deze dag de moeite hebben genomen om met ons te vieren. Eigenlijk een hernieuwde opening van dit park. En ik zei net al, veel voeten in de aarde, veel geduld gekost om hier met z'n allen in te komen. Op 30 juni 2015, toen waren hier een hele grote groep mensen in het Hoogveld. En toen hebben we vrijwilligers geworven en we hebben ideeën opgehaald voor een plan. In het najaar van hetzelfde jaar hadden we het plan al klaar. 2015. Fantastisch. Het plan heette de volgende stap. Want het plan dit park bestond al 10 jaar. En er was echt een nieuwe impuls nodig. Ja, en het is, nou ja, nu het zo geworden is, dan kun je baas niet voorstellen. Maar het gaat over het Beekdal. Het gaat over bloemrijk graslanden. Het gaat over een boerderijtuin. Het gaat over dieren. Het gaat vooral ook over de sociale context. En de sociale context van vrijwilligers, van mensen die hier samenkomen. Mensen vanuit het Hoogveld die hier een rondje lopen. Dat was de intentie. En het was vooral bedoeld om mensen dichter bij de natuur te brengen en bij elkaar te brengen. Dat zou het park moeten zijn. Wat we vrij snel hebben kunnen doen, is het insectenhotel realiseren en de boomgaard. Die we later hebben omgedoopt tot smulgaard. Er wordt nog weinig gesmuld, maar langzaam maar zeker zie je dat die bomen aan het groeien zijn. Ze hebben het ook heel zwaar gehad. Want het is de afgelopen jaren verrekkers droog geweest. Dat weten we allemaal. En dan wil ik nu het woord geven aan mevrouw Maas. Want die was van de week ziek, maar ze is er gewoon. Daar ben ik heel blij mee. Wethouder van de gemeente Land van Kuik. Om zo meteen de openingshandeling te verrichten. En nu wil ze nog even iets zeggen. Staat u kan veilig? Achterblijven, hè? Staat u veilig? Ja, ik sta nog en anders word ik wel opgevangen, toch? Ja, ja. Ik zal ernaast staan. Oh, dat is allemaal goed. Nou, zo'n fantastische speech heb ik eigenlijk nauwelijks meer iets toe te voegen, want alles wat jij hebt gezegd staat op, in samenvatting op mijn kaartjes. Dus dan ga ik niet nog een keer allemaal herhalen. Ik ga dadelijk graag de opening meedoen. Samen met het liefst wat kinderen en anderen die mij zaadjes willen verspreiden voor bloemen. Want dat is wat we hier nog wel extra kunnen gebruiken, buiten alles wat hier in het wild groeit. Want wat ben ik ook trots en blij dat de werkgroep niet is gestopt. Want stel je voor dat deze werkgroep was gestopt en niet had doorgezet, hadden we al dit moois hier niet gehad. De natuur van buiten eigenlijk de dorpskern naar binnen halen. Dit is eigenlijk waar we als gemeente ook een natuurplan voor aan het maken zijn. En jullie zijn hier volgens mij het mooiste voorbeeld in het land van Kuik, zoals we dat elk dorp gunnen. Want als je kijkt hoeveel ongelooflijk mooie bloemen hier zijn. Dat je de oploze molenbeek hier naar binnen hebt gehaald. Dat je een dierenweide hebt. Nou, de hele opsomming die hier net gegeven is. Nou, werkelijk fantastisch. En ook dat er zoveel mensen, jong en oud, hiervan kunnen genieten.
Nou, dat gun ik inderdaad ook alle andere kernen die hier nog zo'n mooi park niet hebben. Zeker in de toekomst ook. Ik ga zo meteen, ja, het heet zaadbommetjes. Ik had een beetje een vreemde naam. Vreemde naam, ja. Maar goed. Maar ik ga graag met een hele grote groep deze mee gooien. Om te zorgen dat we nog meer bloemen krijgen waar weer bijen en vlinders op afkomen. En jullie weten allemaal ongetwijfeld hoe belangrijk bijen zijn voor het bestuiven weer en voor de natuur en uiteindelijk ook voor ons als mens. Dus geniet allemaal samen van dit hele mooie park en ik kom hier graag nog op een ander moment terug. Dankjewel. Ja. Dat weet ik niet. Moet ik ze even halen? Ze gaan ze van de week nog water geven. Dus dat komt. Okay. Ze mogen er gewoon in. Ja. Oké, kom jongens. Ja. Beetje. Nou, kijk eens. Beetje verspreiden. Kom zeker terug. Ja, heel goed. Dankjewel. Nee toch? Oh, dat is een auto. Het is niet zo goed.